Jongens, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het weer tijd voor Formule 1. Dit weekend is de Grand Prix van Engeland, van Groot-Brittannië moeten we eigenlijk zeggen. En ja, ik heb er hartstikke veel zin in. Max heeft wel in de eerste training had hij een probleem met zijn versnellingsbak. En de tweede training lag hij na een kwartier al in de muur. Dus het is niet het lekkerste begin, dus ik denk niet... Ja, het ligt natuurlijk aan of hij nog veel kan testen en aanpassen in training 3 en een goede kwalificatie heeft. Maar ik heb een minder goed gevoel over deze GP. Maar we hebben natuurlijk al 3 topweekenden gehad, dus op zich mag er nu ook wel weer een missertje tussen zitten. Maar dat vind ik zelf natuurlijk ook niet leuk. Maar wij gaan in ieder geval even een paar rondjes rijden en we gaan kijken of we de tijd van Max van vorig jaar kunnen bieden. Vorig jaar had Verstappen een 1.28.130. Dat is al pittig snel. En wij gaan kijken of we dat kunnen bieden. Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. 1.28. Holy damn. GG. Hamilton 1.26.6. Ongelooflijk. Oké. We gaan het zien. 1.28.130 moeten wij bieden. En ik heb natuurlijk de setup van RS Cas natuurlijk weer. Die ga ik eventjes erop zetten. En we stellen hem ook in als Ghost. Ik zal mijn setup even laten zien hier. Aerodynamics 1 en 8. Transmission 185%. Dan hebben we de front camber helemaal naar rechts hadden wij. En de rear camber ook helemaal naar rechts. Dan de front toe. Die staat op 0.06. En de rear toe op 0.20. Helemaal naar links. De suspension. Holy damn. 11, 11, 11, 11. 7 en 4. Dan hebben wij de brakes op 82 en 53 staan. De banden op 23 bedoel en 21.1. En de weight distribution op 10. Dus dat is de setup van Cas. Linkje van hem staat natuurlijk in de beschrijving. En doe meer de Pro League. Hij is fucking goed en fucking aardig. Dus ik ben helemaal happy. We gaan nu eventjes naar leaderboards. Want mijn vriendelijke vrienden, die rijden ook allemaal. En eentje daarvan is Cas. Normaal rijdt hij onder RS Cas. Dus ik weet niet of hij al tijd heeft gehad om te oefenen nu. Maar Jorik heeft ook een snelle tijd neergezet. Oh, 1.26 hebben we. Holy damn. En Lore en Glenn zitten rond de 1.29. Ik denk niet dat wij die 1.28.1 kunnen pakken hoor, jongens. Ik denk dat dat wel lastig gaat worden. Maar we hebben onze setup. We hebben de Ghost aan. En dan gaan we nu maar gewoon de baan op en kijken hoe het gaat. En laat natuurlijk jouw snelste tijd achter in de reacties. Ik reageer op alle reacties. Dus het zou tof zijn als jij ook wat leuks achterlaat. Kan ik daar weer op reageren, gezellig. En smash even met z'n allen dat blauwe duimpje de lucht door. En dan gaan wij beginnen. Ik had per ongeluk al mijn tijd van vorig jaar dik en dubbel dik verbeterd. Met 18e. Tijdens het inrijden. Want ik heb een keertje iets meer tijd. Dus ik heb in kunnen rijden. Maar die tijd heb ik dus al met 18e gewonnen. Dus als je denkt, Maxime, je bent helemaal niet beter dan vorig jaar. Noep. We hebben al een aardige vooruitgang gemaakt. Dit vind ik echt een scheidbocht. Oh, en we zaten in de verkeerde versnelling daar. Vandaar dat het niet helemaal lekker ging. Maar toch een hele hoop weten te winnen hier ook. Wat een exit. Nu moeten wij geen foutjes maken. Hier ook. Want je gaat hier echt als een malle. Niet met je wieltjes buiten de baan. Nee, 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 nee. Oké, vorige keer hadden we die ook niet zo goed gedaan. Dus de schade is te beperken. Nou, dit is gewoon kut, hè. Halve seconde verloren hier. Oké. Prima, 1.29. Dus dat is wel netjes begin. Dan hebben we nu 2 plekken waar wij nog een hoop tijd kunnen winnen. Dus daar gaan wij dan maar ook voor. Oh, we schuiven als een malle. 2/10 weggeschoven. Eens kijken of we die terug kunnen pakken. En dan hebben we weer een ander punt waar we beter kunnen doen. Dan
rem je iets te veel af, meisje. Kijk, wat voor een exit hadden we hier dan net. Oké, deze ronde kunnen we gewoon weggooien. Dat was niet zo lekker. Maar we gaan gewoon een restart lappie. Gooi die flow erin houden. De smoothness. En dan moet het weer goed komen. Zo. Wel oké, eerste exitje. En hier gewoon planken. En ze hebben nu gewoon een DRS-zone in de eerste bocht gedaan. Like, are you serious, mate? Oké, dan gaan we weer. Ik heb ook gisteren een video geüpload waar Max F1 2018 speelt al op Silverstone. Dus heb je die nog niet gezien? Check hem out. En ik weet niet wat wij hier de vorige keer hebben echt totaal wat anders gedaan, waardoor we zoveel hebben gewonnen. En nu lukt het gewoon even niet, want ik weet in godsnaam niet wat ik daar heb gedaan. We gaan met in de 5 kwamen daar en toen schakelden we terug naar de 4. Weten we hier dan wel weer redelijk goed te maken. En we hebben de laatste bocht ook nog volgens mij om wat in te lopen. Dit is ook niet helemaal lekker. Oh. Ja hoor. Ja. Oh, dan ben ik te veel naar de tijd aan het kijken. Mini mini beetje gewonnen. Maar dat is niet hoe wij het willen zien natuurlijk. Oké, there we go again. Nu al wel wat kunnen winnen, dat zat fijn. Iets kunnen winnen, niet veel. Maar iets is beter dan helemaal niets, laten wij maar zeggen. Dan gaan we hier weer het enorm snelle stuk op. 312 door een bocht. Oh. Niet van de baan gaan natuurlijk. Dat zou een dikke zonde zijn. Er is wel nog een hoop te winnen, zoals je rechtsboven in beeld kan zien. Ik moet alleen niet van de baan afgaan. We moeten nu gewoon vooral op de weg letten en niet op de cijfertjes in beeld. En dan pak je weer een halve seconde. Oeh, we komen dichter bij die tijd van Max. We komen dichterbij, dames en heren. Oh, schuiven een beetje door. Weten wij dat goed te maken? 2-10 al. En die hebben wij nodig om in ieder geval een snelle rondje neer te zetten. Want we hebben al een 1.28.8. Ben ik al aardig blij mee. Oh, nee. Gooi deze ronde maar weg, meisje. Gooi deze ronde weg. Vind je deze video zo leuk? Laat even jouw tijd achter in de comments. En like en abonneer eventjes. En zet het belletje aan. Dat zou ik super tof vinden. Dus ik dank u zeer als jullie dit willen doen voor mij. En dan gaan wij nu een lekker rondje neerzetten hopelijk. Ik wil deze video's ook niet te lang maken. Dus ik zal wel een poll ergens neerzetten. Dat jullie kunnen stemmen hoe lang deze video's moeten zijn. Kan ook gewoon een hotlap zijn. Ah joh, wat. Veel te veel gas. Veel te veel. Nu bijna 3/10. Ja, dan ga je natuurlijk nooit inlopen. En stel je loopt dit in, dan kon je hier makkelijk beter alles doen.
Oké, die lijn die het spel aangeeft, die klopt gewoon voor gemeten. Ik heb de lijn alleen aanstaan voor de rempunten, omdat ik niet echt tijd heb om die uit mijn hoofd te leren. En dat maakt het voor mij ook niet echt leuker of zo. Maar dit gaan we Nee, dat gaan we nooit meer goed rijden. Dus ik ga gewoon restarten en hopelijk doen we het begin nu even goed. En dan wil ik dat een van mijn laatste rondjes maken, want we hebben al aardig net de tijd neergezet. En ik weet niet of ik die überhaupt nog kan beaten. We moeten misschien iets meer op Cas zijn ghost letten. Dat we weten welke lijnen hij wat meer pakt. Oh, oh ja, dan verlies je. Dan heb je ook Willis. Mooi, joh. Mijn stuur is best wel pittig zwaar, zeg maar. Is de trustmas tegen T. Tegen T. Dus je kan wel zeggen. Dat is een pittig stuurtje. Met aardig wat power. Oh ja, joh. Even kers. Oké, jongens, een van de laatste pogingen. Nee, ik wil gewoon nog even een goede poging hebben dat wij in ieder geval weten of wij dichter bij die tijd van Max Verstappen kunnen komen of niet. Zelfs met een Mercedes lukt het ons niet. Normaal lukt het meestal wel. Met een Red Bull sowieso niet. Is het niet voor niets een F1 coureur. Oké, dames en heren. Dit wordt ons laatste rondje. Kijken of wij Max kunnen bieten of mijn eigen tijd nog. Of niet, dat is de vraag van vandaag. Maar het is lastig. Het is erg lastig, dames en heren. Heel erg lastig, dames en heren. Nou, we hebben in ieder geval al de eerste bocht goed gedaan. Later in het circuit is nog een hoop te winnen. Dus laten we hopen dat wij ons best gewoon doen. Nou, ons best doen we altijd natuurlijk. Ah, nee. Ik moet zeker niet te veel naar het balkje rechtsboven kijken. Want dan eindig ik gewoon in de grindbak. En daar willen wij niet eindigen, dames en heren. Nee. Hoezo geeft hij nu opeens weer een andere versnelling aan? Dan konden we daar veel harder doorheen chasen. Veel harder. Oh nee. Nou, toch wel weer aardig wat eraf gereden. 1.28.6 hebben we nu. Dan gooien we nog wel een pogingje tegenaan. Nee. Oké, ik doe nog eentje. Ik ben echt zo erg. Nog één potje. Nog één rondje. Nog één dit. Nog één dat. Maar ik vind het gewoon leuk, jongens. Ik vind het gewoon leuk. En ik vind het leuk dat jullie genieten. Dus waarom zou je het dan niet doen? Oh ja, en ze rijden voor het eerst op die harde band. De Ice Blue. Dus dat is ook wel cool. Die hebben wij gewoon niet. Die mooie blauwe band. Oké, dames en heren, daar gaan wij dan de laatste ronde in. Niet de allerlekkerste exit gehad. Dat is een beetje jammer, maar oké, daar moeten we het dan maar mee doen. En daar gaan wij ons het best mee doen natuurlijk. Zo, DRS meteen aan. We zitten close op onze eerdere tijd, dus dat is nice. Ik ga hier echt Cas volgen. Oh ja, en daar deed hij iets slims wat ik niet heb gedaan. Toch weten wij tijd te winnen daar. Door die andere lijn te nemen. Hier moest ik eigenlijk blijven planken. Wat ik nu niet heb gedaan, waardoor ik al die tijd weer verlies. Java. Kom op, man. Wat is dit? We kunnen denk ik 2 tienen er nog afrijden.
easy peasy lemon squeezy. Maar wij rijden er 1-10 ongeveer vanaf. We hebben een 1.28.536, niet de 1.28.130 die Max Verstappen vorig jaar kwalificeerde. Maar alsnog wel een lekkere tijd. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Laat jouw tijd natuurlijk achter in de reacties. En abonneer zeker op mijn kanaal. Vergeet niet die like achter te laten. En de melding aan te zetten. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.